Goedemorgen, schat. Oh, jezus. Leuk dat jullie kijken. Dat is Rens Gerbert. En ik is de Gerbert. Wat? En dan gaan we ook even naar beneden. En wie ben jij? Hey. En wie ben jij? Papa. Ja. Hoe kom ik dit? Weet niet. Zo. Wat doen dan? Oh, armbandje maken. Dat is leuk. Maar papa, ik wil eigenlijk gisteren met het diamantje spelen, maar die kunnen we niet vinden. Oh, ja, daar kun je niks aan doen. Maar de eentje is afgebroken. Dat is jammer. Oh, hey. Hoe heet je dan? Kiki Mia. Oh. Dus ik geef hem een lekker bakje koffie zetten. Papa, ja. Wil jij een armbandje van mij? Papa wil best een armbandje van jou, schat. En dan gaat de dag beginnen. Dus ik zeg, let's go. Ik had net al nog pepernoten. Oh, je hebt je pepernoten. Wat heb jij je haartjes mooi, schat? Wauw. Ik geef de auto in en dan ga ik eventjes naar Stefan, vriend van mij. Die heeft een garagebedrijf. Dan gaan we even wat fixen. Mispoes. Nee, dat is hem niet. Dit is het plukje wat erin komt, die trek je er doorheen. En dan is het klaar. Dat is mooi. Het is voor zichzelf dicht gegaan. Goed zo! Nog één. Oh! Die vloog in de bosjes. Een kleintje. Iets harder. Goed zo! En nog één. Eentje, drie. Nou, die is bijna. Die is in de kennis. Die ligt wel heel ver. Goed zo! Yay! Trekken, naar beneden trekken. Knijpen. Goed zo. Handig niet. Nog een keer. Dat is moeilijk, hè? Je moet wel knijpen. Hoeft dus niet. Oh, ga je niet op het plakje? Kijk, ik ga het eraan hangen. Wacht, ik ga even kijken of mij lukt. Yes, en ik ben inmiddels thuis. Ik heb alles even gefixt. En kijk eens. De velgen met banden zitten erop. Alleen ik heb één dingetje. Hij loopt heel ietsjes aan. Dus ik laat hem eerst even afslijten. En ik heb al even andere banden besteld, twee stuks. Om te testen of dat wat plattere banden. Dus ik ben benieuwd. Ja, het ziet er wel tof uit zo, toch? We gaan even boodschapjes doen. Kiki gaat de boodschap doen voor haar eigen verjaardag. Goed zo! Boodschap gedaan. Wat hebben we gehaald voor jou? Een lekker kaneelbroodje. En wat hebben we nog meer opgehaald voor jou? Voor morgen. Voor je verkleiding. Taart, hè? Ja. Lekker, man. En we hebben een klein voorproefje. Rens, die zou even een lekker broodje ophangen. Oeh, dat ziet er ook fijn uit. Taart. Jammer dat ik niet de taart heb kunnen regelen die bal regelen. Iedereen die taart maakt, die waren ja, allemaal. Iedereen was mee. Dus ik dacht, laten we dan maar toe. Eens een keertje van Hema doen. Dus we hebben in ieder geval
even wat te snijden voor nu. Die is voor Rens. Die is voor Kiki, unicorn taartje. En ik heb hier twee te poezen. De hondje denk ik voor welke. Die heeft altijd honger. Hè, vriendje, jij hebt altijd honger. Hè? Oh, ja, dat weet ik niet. En waar is Diamond dan? Oh, daar. Diamond heeft ook altijd honger. En Kiki ook, hè? Kiki heeft ook altijd honger, of niet? Lekker ding. Dus we gaan even eten. Ja, ze kom je aan op de verjaardag. Als De lak er al afgaat. Nou, dat is niet best. Dat is niet best. Aansteken dan. Jop. Lijkt het dan, meneer. Tot volgende keer. Later. Vandaag zijn we met vakantie. Hey, Jos, lekker hè? Ja. Lekker broodje ook. Fijn hè? Lekker biertje ook, Lennart hè? Hey, Benny, lekker biertje. Mag toch fijn. Mensen, kalm aan. Hoi ook, fijne dag nog. Oh. De laatste keer nog, dus nou kom maar op. Ja. Wij gaan naar huis. Wat zei je, schat? Ja. Renske die heeft een slecht humeur. Nee, helemaal. Ik heb een slecht humeur. Ik zeg, oh jezus, wat is die warm binnen. Ze zeggen alleen dat... Auw. Oh, ik stond op Kiki steen. Kiki. Gaat het weer goed, Kiki? Ja. Je zit ook in het filmpje. Maar nee, ik heb geen slecht humeur. Ik heb geen slecht humeur. Renske zei, nou we kunnen hier niet heel hoog meer van de drempel hier heel lomp erop, zeg maar. Want dan tik je de wielkast aan. Diamond, kom eens hier. Dan tikken we dit plasticje aan. Dus ze zeggen al, kan ik nou gewoon alleen maar met dit tempo de drempel op? Ik zeg ja. Dan is dat plasticje er binnenkort af, zeg. Dus dan ligt het aan mij, dan weet je het in ieder geval. Diamond, kom. Dus ze zegt, dus ik denk, nu moet ik erin bij zijn. Kijk, want je tikt hem ook heel ietsjes aan. Maar dat boeit geen reet. Dus, we gaan Kiki even uitbrengen. Ik heb net een pakketje binnengekregen. Ik ben inmiddels thuis van de verjaardag van Noam. Maar dit pakketje zou eigenlijk al 2 dagen geleden binnenkomen. Ik weet niet wat de PostNL heeft, maar PostNL heeft volgens mij echt problemen of zo. Met de verzend status. Ik ga hem even openmaken en dan ga ik jullie even laten zien wat erin zit. Dit is de doos. Oh ja, en dit is dus eigenlijk een cadeautje voor Kiki Mia. Moet je kijken. Van een vriendinnetje, Joella van Pluisjes. Dit heeft ze er dus bij gedaan. Jongens, moet je even kijken. Dit is toch echt het einde. Een hele mooie jurk. Van het merk Twinset. Ik weet het echt niet. Ik ga het even aan jullie laten zien. Ik haal even plastic eraf. Oké, verbouwing voor het huis is begonnen. Wouter is inmiddels aangekomen. Nee, niet in gewicht, maar gewoon hier. Ja, dat is een mooi doekje. Moet ik straks nog even ophangen. Moet ik even strijken. Kijk, Wouter is aangekomen. Nee, dames en heren, niet in gewicht, maar gewoon hier. Zijn jullie net ook? Leuk hè? Ja. Eén nadeel heeft hij wel. Ja, ik moet dat ding nog ophangen. Ja, weet je wat ik trouwens heb bedacht? Ja? Ik dacht, jij moet zeg maar daar toch tegen dat ding aan. Dat ding, ik wil altijd dat ding. Die schouw is een blok. Dat verschrikkelijke, aftansige ding. Ja. Daar wou ik toch ook hangen, sowieso. Ja. Dus ik dacht, als ik nou ronde ballonnenbovending ervoor zet, kan ik alsnog daar de ballon omheen doen. En dan hangt dit in de midden. Ik denk niet dat de boog zo groot is, maar we kunnen het proberen. Hij is 2,10 meter. We gaan kijken. Hier komen nog ballonnetjes aan. Heel veel ballonnen zo te zien. Heel veel. Ja, daar onder die zak ligt nog. Eerst meer blazen? Nee. Oh, nog meer! Oké, okay. En Wouter en ik zijn buiten de tuin aan het verbouwen. Dat gaat ons wel aardig goed af. Want dat is al opgeruimd en hier hebben we geen kussens meer in liggen. Hadden we nog niet. Dus wij gaan eventjes opruimen. We gaan eerst zien dat...
voor degene die Wouter nog nooit aan het werk heeft. Oeh, kaas. Cheese. Allemaal vanmorgen. Nou, weet jij niet, maar je moet altijd op de voorbereiding. Maar ik ken er ook ervan. Voor mij die kan er in de lijn pakken. Wat is er? Ik zeg, hij zegt, zij zegt, Wouter de keukenprinses. Dus ik zeg, nou, dan hoeft in ieder geval niet bang te wezen dat hij niet een bordje wit kan maken. Die zegt, die van mij die kennen het, was een eibakken. Oh, oh, oh. Ik kan heel goed eten maken. Ja, ping! Wat een kabaal, die machine. Moet die ook nog opgeblazen worden? Ja. Oké. Okay. Ik ben een uur bezig geweest om dit klote ding in elkaar te zetten. Dat is voor in de taart. Oh. Ben je favoriete Disney-figuren in elkaar aan het zetten, vriend? Ja. Tijgertje. Lekker, man. Tijgertje. Tijger. Verlinden om dood te gaan. Bloers, nee. Bloers. Dit is een goede thumbnail. Oké, ons huis. Ballonnen, 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 ballonnen. Ballonnen, ballonnen, ballonnen. Ballonnen, 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 ballonnen. Je bom kan weer dan. Fuck bom, daar. Rietjes. 44. En in die vier komen ook nog bloemen. En waarom heb je zonder 4 opgeblazen? Ja, Stef, waarom heb je er nog aan? 44, toch? Voor Renske, ja. Zei je? Ja. 4,4. Piep! We hebben twee keer 4 achter elkaar. Piep! Nou? Hou op! Maak nu een bommetje op die bloemen dan. Bluf, bommetje. Wat krijg ik? Een hoop lol. Een hoop lol? Nee, hier een grote ruzie. Hé. Doei. Doei, tot morgen. Doei. Doei. Slaap lekker, Wouter. Hij, er omheen springen en dan weer er omheen springen. Oh, mag niet. Jammer. Oh, neem nog meer uitdaging. Hij gaat het gewoon doen. Wouter! Misschien moet je even... misschien moet je even je vrouw uitzwaaien. Spring jij ook eens, schat? Ik spring helemaal nergens over. Kijk, Rens gaat nu mijn vierig, die ik in mijn kaper zet met lampjes, gaat ze even versieren met ballonnetjes. Oké, Rens heeft de ballonnen klaar. Ja, opgeblazen. Ze kunnen niet naar buiten. Oh jee. Ja. Een ballonnenfeestje schieten beneden. Of niet? Man, man, man. Dit is 4 geworden. En hebben we daar wat, nog wat? Ga je die 4 ook nog plakken of zo? Weet ik niet, zie ik morgen wel. Ik vond het in ieder geval leuk om op de plaats. Het is wel een leuk. Ja. Dus 1 grote ballonnenfeestje. Mooi, ja. Ik ga even een bierkoud zetten voor morgen. Ik was dit net ook al aan het filmen, maar dit pilaar, zeg maar, die heeft Rens wel echt mooi in elkaar gezet. Dat vind ik ook wel. En die 4 was ik ook aan het filmen, dat is ook wel leuk. Alleen ik dacht dat het gewoon tassen waren, maar toen kwam ik erachter dat ik een cadeautje had. Dus deze weet ik. Voor degene die goed hebben opgelet in de vlogs, die weten dit ook nog. Je weet het ook. Dat is het enige cadeautje wat Kiki weet. Echt gezien heeft. Hier zitten schoentjes in, dat weet ik allemaal niet. Dus het is voor jou ook een verrassing. Voor mij is het ook half een verrassing allemaal. En deze ballonnen die komen nog allemaal aan de boog die Wouter en ik in elkaar hebben gezet. En alleen maar in de boog? Ja. Is het allemaal voor de boog? Allemaal voor de boog. Maar kijk, dat, die grote ballonnen, zeg maar dit, tot dan hier, dit zo, dus mm-hmm. Zit allemaal aan elkaar.
Dus dat moet zo om die boog heen gevouwen. Maar dan heb je alleen die ballonnen. Dus dat zelfs bij die pilaar, die paarse ballonnen zitten zeg maar om die pilaar heen. Die kleinere ballonnen die naar voren komen, dat zijn zeg maar allemaal deze. Kijk, ze zitten met vier en dan met een dingetje aan elkaar. Dus die draai ik er dan omheen en dan. Dus dat heb ik allemaal al voorbereid voor. En zodat als het goed is, hoef ik morgen of heel weinig of geen ballonnen op te blazen. Dus ik hoop dat ik nu gewoon, dat die dan is hoe dat ik wil. En dan hoef ik het alleen nog maar in elkaar te zetten. Juist. Maar anders worden die ballonnen niet meer. Weet je wat me wel echt vet lijkt om te doen? Ja. Om gewoon een aanloop te nemen volgens in die ballon te knallen. Ja, denk het ook. Dan mag jij ze dadelijk allemaal opnieuw opblazen. Laat maar. En ik heb die gouden heb ik ook al niet. Ja. Oh. Ik heb nog een paar, maar niet. Oké. Okay. Dus wij gaan lekker douchen en lekker naar bed. Want het is inmiddels 11:45 en ik ben er wel zat van. En morgen hebben we een lange dag. Want dan is het verjaardag van Kiki. Dus check de vlog van morgen sowieso wel even. En misschien ga ik morgen nog naar Akko treffen. Discussies. Maar we gaan even kijken. Discussies, het ligt er helemaal aan hoe ver we zijn. En hoeveel ik nog moet doen, want ik heb ook gewoon Kiki. Die Kiki neem ik dan mee. Neem je mee? Ja. Hoe laat ben je dan weer terug? Ik blijf er maximaal een half uurtje of zo. Voor ja, maar we moeten toch ook helemaal omkleden? Ja, zo dat is wel gebeurd. Ja. Dus bij deze, even checken wat we morgen allemaal gaan doen. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Ik zeg like en abonneer. Tot de volgende keer. Later. Later.